Ja, 2 jaar geleden verliet hij Direct om zijn eigen muzikale koers te gaan varen. We hoorden niet veel van hem, maar vandaag presenteert hij de eerste single van zijn solo-debuutalbum Tim Akkerman. 2 jaar, daar was je weg. Ja. Wat heb je gedaan? Hebben als een mol verscholen schrijven aan een hele mooie plaat die af is. En moest het 2 jaar duren? Moest je ook even afscheid nemen van Direct? Ja, ik heb wel een soort van periode gehad dat je eerst even met jezelf bezig bent en een koers gaat bepalen. En daarbij is tijd dan mijn grootste vijand. Ja, ja. Je hebt de tijd genomen. Je maakt ook een heel ander album dan de Direct fans zullen verwachten. Dat denk ik wel, ja. Wat is het? Singer-songwriter? Nou, wat ik bij de laatste uitzending natuurlijk heb verteld. Ja. Een beetje Nick Drake meets Simon Garfunkel. En een plaat waar ik gewoon heel erg veel liefde in heb gestoken. Ga je op zoek naar, je moet op zoek naar een nieuw publiek? Of denk je dat de oude Direct meisjes ook nog denken, ah, die Tim, die komt niet van ons af? Nee, het is ook een tijdgeest waar we in zitten, denk ik. Ik merk wel echt om mij heen op het terrein dat er steeds meer dit soort muziek naar voren komt. En het is een muzieksoort ook al jarenlang nog steeds wordt gemaakt. Dus ik ben niet bezig met een doelgroep vinden, zeg ik eerlijk. Van, als men het mooi vindt, vinden ze het mooi. En vind je het niks, vind je het niks. We gaan luisteren. Non-Zero heet het nummer. Ja. Oké, zit hem op. Tim! There's silver and gold and precious moments, and all of us know that it's getting older and they won't ever come again. There's squares and there's triangles, vacant ashes, there's edges and stars, and propaganda twisting everything round. Download het album van Tim Akkerman ligt vanaf 18 november in de winkel.